Hey. Wij hebben net voor het eerst kennis gemaakt. Jullie zijn van de eentjesrace. En we staan nu in de Prins Hendrik dok. Ze zijn al druk bezig met het leggen van het podium, het drijvende podium. Maar jullie zijn hier morgenmiddag ook en jullie hebben een goede doelenactie. Maar het is meer dan alleen goede doelen. Kunnen jullie er eens wat over vertellen? Ja, zeker, zeker. Hier gaat het dus allemaal gebeuren morgen. En we hebben al 4000 eendjes die morgen hier het water in gaan. Dat zijn plastic bad eendjes. En die hebben we verkocht de afgelopen weken voor het goede doel. En als ik het heb over we, dan hebben we het over de Lions Vlissingen en de Junior Kamer Walcheren. En die heet het tegenwoordig GCI. Daar moet ik even officieel bij zeggen. Mooi, moderne. Ja, dat hoort er. Dat hoort en wij hier als Middelburgers zijn natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd waarom een Lions Club uit Vlissingen naar Middelburg komt. Kan je daar wat over zeggen? Nou, ik moet zeggen, er zijn wel wat Lions die daar moeite mee hebben hoor, in de Lions Club Vlissingen. Maar gelukkig hebben we ook heel veel leden uit Middelburg. En we vonden het leuk om wat voor Walcheren te doen. Ja. Dus als je dan over Walcheren hebt, dan ligt Middelburg natuurlijk heel centraal. En we hebben het 2 keer eerder in Vlissingen gedaan, dus waarom dan niet nu een keer? Er is hier een mooi havenevenement morgen. Nou, dat scheelt natuurlijk. Hè. De havendagen waren hier en we werden uitgenodigd om daaraan mee te doen. En om hier gebruik te maken van alle aandacht die er al is voor het evenement. Dus dat is wel, dat is wel heel mooi. Ja. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om het goede doel. Ja. Dus, en het goede doel is onder andere Kika. We verkopen eentjes voor €5. 2,50 daarvan gaat naar Kika. En de andere 2,50, daar mogen de deelnemende scholen en lokale sportvereniging zelf een goed doel voor kiezen. Dus dat kunnen ze of zelf zijn, of zij kunnen een goed doel waar zij zelf aan verbonden zijn daarbij bijdragen. En als ik dan even heel snel reken, dan hebben jullie dus nu eigenlijk al €20.000 binnen gehad. Ja, zeker. Dat is heel netjes. Ja. Hey, maar als je nou als Middelburger of als bezoeker van het evenement mee wil doen aan die race, hoe gaat dat dan? Want je koopt dan een eend, waar doe je dat? Ja, die eendjes krijg je dus niet echt zelf. Hè. We hebben certificaten gemaakt. Kijk, die hebben we nog een aantal. Hè. Die willen we ook morgen graag nog verder verkopen. Dat doe je gewoon hier ter plekke? Kun je hier ter plekke doen. We staan hier morgen met een stand en we gaan de stad doorzwerven met z'n allen. Dus dat komt sowieso goed. En dan koop je zo'n certificaat en er staat een nummer op. En die nummers komen overeen met de nummers die ook op de eendjes staan. Dus die eendjes gooien wij morgen hier allemaal in het water en die worden dan voortgeduwd met een, hoe heet zo'n ding? Een jetski. Okay. Ja, en die jetski zorgt voor golfslag en die golven die gaan ervoor zorgen dat de eendjes van de ene kant van de dok hier naar de andere kant gaan. Oh, het is een korte afstand? Ja, het moet in een half, nee, het gaat niet die kant op, het gaat die kant op of die kant op, hangt van de wind af morgen. En dan gaan we daar een wedstrijd voor maken. En de eerste 20, 25 eendjes die krijgen allemaal een prijs. En dus als je weet welke eendjes er gewonnen hebben, dat zetten we op onze website. Is dat ook nog zoiets als echt hoofdprijzen? Ja, zeker. Dat zijn hele mooie prijzen. Die wint dan de eend zelf of zo? Ja, nee, we hebben al een paar hele grote eenden, maar die zijn voor onze sponsors. Die zijn heel belangrijk, die liggen hier morgen ook in de haven. Maar we hebben allerlei prijzen hebben verzameld. Dat is natuurlijk ook allemaal door sponsoring is dat bij elkaar geraapt. Dus we hebben een drone, maar we hebben bijvoorbeeld ook mooie diners of overnachtingen in een hotel. Oh, weet je wel, leuke serieuze prijzen. Zowel zeker voor kinderen die meedoen met de eendjes, maar ook voor de ouders en opa's en oma's die natuurlijk de eendjes hebben gekocht over het algemeen. Nou, oké, een duidelijk verhaal volgens mij. En dan zien we jullie gewoon morgenmiddag hier zo. Ja, en, ik ben benieuwd wie gaat winnen. Om vier uur starten we. En het is hier in het Prins Hendrik dok is de wedstrijd begint, hè? Absoluut, om 4 uur precies. En we verwachten dat de eendjes voor 4:30 binnen zijn. Maar de wind moet een beetje helpen. Ja, ja. En als het regent gaat het dan wel gewoon door? Als het regent gaat het gewoon maar het door. Gaat gewoon niet regenen. Niet regenen. Precies. Nee, dat dank jullie wel voor de uitleg. Graag gedaan, dankjewel.